Welkom bij deze nieuwe boodschappenshoplog van de Jumbo. Ik heb hier bij de Jumbo mijn boodschappen besteld voor deze week. Ik laat jullie zien wat ik allemaal heb gekocht en wat dit alles heeft gekost. En we gaan van start met de diepvries en de koelkastproducten. Ik heb hier 2 liter halfvolle melk. Optimaal was in de aanbieding. Ik heb de Optimaal framboos en de mango passievrucht. Campina, een toetje. De zacht en luchtige bananensmaak en de frambozensmaak. 3 brekers met cheesecake smaak, citroenen en eiersalade. De jonge kaas van het Jumbo merk was 1 plus 1 gratis. Dan heb ik hier 2 voor 4,50 heb ik wat vleeswaren voor brood. Roosterd beenham en de schaal kipgrillworst. Bami nasi groenten, stokbrood met kruidenboter. Ik wil graag snert gaan maken of erwtensoep in de slowcooker. Dus ik heb allemaal, ik heb zo'n vers pakket gehaald. Ik denk dat ik in ieder geval zeker alles heb wat erin moet. En dan maak ik dat in de slowcooker. Alleen de rookworst was niet leverbaar, dus dat is wel heel erg jammer. 2 fijn volkoren, 2 halfjes tijgerwit, boerenfriet met schil en witte bolletjes. En dan heb ik hier nog de pizza's. Een pizza Hawaii. De 3 voor 6 euro van Jumbo merk heb ik 1 salami. 2 mozzarella smaak. En van Big American heb ik een Texas smaak. En de volgende lading staat ook weer klaar. Ik heb hier basmati rijst. Achachampur voorbij de nasi. Een sambal batjak. Grenadine met appel limonadesiroop. Een Coca Cola Zero. De Spa Touch met lemon en cactus. Een Spa Touch met cranberry. Thee tonic. Een cherry cola. En een zero vanille cola, koffiebonen, bananen, mandarijnen, aardappelen, de Ambipur luchtverfrissers waren in de aanbieding. Dus ik heb er weer 2, die zijn al heel fijn voor in het toilet. 1 plus 1 gratis. Eieren, Lenore, was verzachter, was ook 1 plus 1 gratis. Pakjes drinken heb ik gehaald, want Fleur komt hier logeren. En voor mij in de school heb ik deze gehaald. Nasi goreng, Javaanse boontjes. Kroephoek, naturel en eentje met saté smaak. En de Page toiletpapier was in de aanbieding. En heb ik 1 plus 1 gratis, dus die heb ik er ook bij. Ja, dit waren de boodschappen weer. En in totaal was ik een bedrag van 136 euro kwijt. Ik was ook wel veel vergeten. Want de komende week gaan jullie ook zien dat ik nog een picknickbestelling laat komen. Dat zien jullie in de volgende shoplog. Dit neem ik ook veel later op. Het is een beetje een hele gekke week geweest. Ik moet jullie ook een beetje bijpraten. Want wat ik nog in een vorige vlog vertelde, dat het goed ging met de vriend van mijn moeder. En dat hij binnenkort naar huis zou komen. Is hij helaas vorige week zaterdag komen te overlijden. En hebben wij gisteren een uitvaart gehad. En is mijn hele week een beetje zo anders gelopen dan dat ik natuurlijk voorzien had. En ook de opruimchallenge is gewoon op een wat kleiner pitje komen te staan. Ik ga niet zeggen dat ik er niet mee doorga, maar de afgelopen dagen stond het echt heel erg in het teken van mijn moeder helpen met alles. En zo goed mogelijk voor haar de dagen laten verlopen, zeg maar. Zodat als er wat hulp nodig was, dat er hulp gegeven kon worden. Want ook de zorg van mijn oma heeft ze er nog bij. Dus ook daar was gewoon extra hulp nodig. Dus het was gewoon even een hele drukke week. Fleur natuurlijk. De afgelopen weken hier. Ook volgende week is Fleur hier nog hier. Dus het is gewoon even een hele drukke periode. Dus ik ga kijken wat er met de opruimchallenge. Want die ben ik aangegaan. En die moet ik ook gewoon voor mezelf doorzetten. Degene die overleden is, zou het ook niet anders willen. Die is bijna 87 jaar geworden. Heeft een prachtig leven achter de rug. Maakt het gemis natuurlijk niet minder. Vooral voor mijn moeder die dag en nacht met hem samen was. Ze deden nog van alles samen. Ze gingen varen. Ze gingen naar theaters, dat soort dingen. En dat is er gewoon allemaal nu niet meer. En ze is nu alleen. Dus dat is gewoon heel hard, heel wrang en heel leeg. Ja, vooral heel erg leeg. Dus ja, ook de opruimchallenge gaat gewoon door. Maar ik ga kijken hoe ik het verder invul. En ik ga gewoon in de maand februari door. Want er is nog genoeg voor nog een maand. En omdat afgelopen weekend hij is komen te overlijden, heb ik geen weekendvlog gemaakt. Ik ben heel veel bij mijn moeder geweest. Er viel gewoon niks te vloggen. En mijn hoofd stond er ook niet echt naar. En ik vind toch dat er een bepaalde energie bij hoort bij vloggen.
En bij delen natuurlijk mag je alles delen wat er in je leven gebeurt. Maar dit is niet echt van mij. Dit is meer van mijn moeder, vind ik. En dat kan ik gewoon niet delen. Het is niet mijn leven. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik leg het een beetje heel krom uit. In ieder geval, er is geen weekendvlog. En de komende week zullen er ook ietsje minder vlogs zijn. Maar het komt weer helemaal goed, want we pakken het weer op. We gaan weer door. Ook mijn moeder heeft gezegd, ga weer door. Maken er weer wat van. En hij zou niet anders gewild hebben ook. Maar goed, dat was even een side note. Dit waren de boodschappen. Wat ik zeg, ik was zelf dus vergeten aan te passen. En ik heb dus niet alles. En er komen dus nog extra boodschappen. Maar zien jullie volgende week. En ik hoop dat ik voor de komende week het wel nog goed heb. Ik kan nu nog de boodschappen aanpassen. Ik wil ook nog een slowcookerrecept uitzoeken uit het ene boekje. En maar goed, het gaat helemaal goed komen. Ik zie jullie in ieder geval van de week weer ergens in een vlog. Pin me er even niet op vast. Deze week is een beetje rommelig voor jullie dan. Die was voor mij de afgelopen week. Maar voor nu gaan jullie een beetje een rommelige week qua vlogs hebben. Ik zie jullie in ieder geval weer in een nieuwe vlog. Shoplog of een ander soort video. En ik zie jullie heel snel weer. Fijn weekend. Doei doei!